voor AVA 70, meerkampster Marijke Esseling. De nummer 4 van het NK Junioren voor Flevo Delta, Tennis Zomerman. Voor Ilion uit Zoetermeer in die speerwerpfinale, Ilse Kneinenburg. Van de thuisvereniging Haag Atletiek, Suzanne Gieseman. Voor Hellas uit Utrecht van team Waza, Suzanne van der Hoeven. De nummer 4 van vorig jaar voor Daventria, meerkampster Emma Oosterwegel. Van Bak uit Rotterdam, ook lid van team Waza, Camille van der Brug. En dan de regerend kampioenen voor AV Sprint. Ook meerkampster natuurlijk, Nadine Broersen. En dan de juniorenkampioenen van Haag Atletiek, ook in die speerwerpfinale, Tosca Smit. En we besluiten het finale veld speerwerpen met eveneens een atlete van Haag Atletiek. Wat te denken van Davy Lafontaine. Dames speerwerpers, heel veel succes. Atleten. Ja, veld dus zonder Lisanne Schol, die in april al gebaseerd is geraakt aan de knie. En toen er nog niet zo heel veel last van had, maar uiteindelijk toch dusdanig dat ze in goed overleg heeft besloten om hier niet van start te gaan. Nou, dat is voor de spanning natuurlijk goed nieuws. Aan de kant zijn wij liefhebber van verre worpen. Die zullen nu van de andere vrouw moeten komen. Dan kan Nadine Broers haar titel verdedigen. Het zal niet makkelijk worden met Anouk Vetter in het veld. Ze pakt wel de titel bij het verspringen. En ook Emma Oosterwegel. Zomaar een volledig meerkamppodium kunnen worden. Nadine Broersen, eerste daar, poging van haar, die mislukt die worp. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze die graag opgemeten ziet worden. Kampioen speerwerpen 2018 pakte zij heeft Anouk Vetter meteen een dreun uitgedeeld. Met die 55 meter en 12 centimeter daarmee nog dik aan de leiding. En die krijgen we dan nog. We krijgen Tosca Smit en Davy Lafontaine. Om de eerste poging af te maken. Twee pogingen nog voor Kiliana Heijmans op die limiethoogte van 4,56 meter. Ze weet haar titel al geprolongeerd. Altijd mooi de achterban, de speerwerper achterban. Kogelstoten, Denzel Comanencia. Ook Denzel Comanencia daar in de ring. Daar wordt meteen al flink voor geapplaudisseerd. Laten we hopen dat het ook geldt voor Tosca Smit. Een van de belangrijke pilaren voor de Haag Atletiek als het gaat om de juniorenkampioenschappen. En NK Teams komt er natuurlijk aan. Bolstergoogspringen vrouwen in 2015, Femke Pluim, 4,55. Dus niet alleen de limiet voor het WK in Doha, maar ook eventueel een Nederlands record als Kiliana Heijmans, die 4,56 overschrijdt. 20,50. Zij moet voorbij aan Tanit ten Berge. Bij speerwerpen, we zien Davy Lafontaine klaarstaan, de nummer 4 op dit moment. Nou, het verschil met de nummer 3 is nog te overzien. 48-32 voor Nadine ter Berge. Zij kwam tot 47-91. Lange gemeerkant, maar veel last van de enkel gekregen. Nu is het toch wel het speerwerpen dat de voorkeur krijgt. Ja, kijk eens aan. Nou ja, waarom? Oh jee. Wordt niet geldig gegeven.
blijft natuurlijk altijd de discussie. Nou, nu ben ik gelukkig in een rol dat ik me rustig moet houden. Zij kijkt ook. Bij de vrouwen betekent het dat de twee tijdsnelsten die meegaan naar de finale Eva Bastmeijer en Femke Bol zijn. De kleine kuutjes dus voor Eva en Femke. Daar gaat de speer voorbij aan de 40 meter lijn. Dit zijn goede zaken. Op de 8e plaats staat momenteel Suzanne Gieseman. De beste 8 atletes in de finale krijgen nog 3 pogingen erbij. Terwijl wij wachten op wat het oordeel wordt van de dan wel dan niet van start Emma Oosterwegel. Belangrijke kandidaten natuurlijk. Deze speer is prima. Zo rond de 51 meter. Nog altijd dus Anouk Vetterare, trainingsgenootje aan de leiding. Ja, die heeft met die 55-12, zo lijkt het bijna, ervoor gezorgd dat niemand meer hoop heeft op meer dan dat. Dan wordt Oosterwegel... Ja, het was toch wel even spannend bij de speerwerpen. Zeker voor Nadine Broers, terwijl ook Tosca Smit. Kijk, Davy Lamontaine blij zijn. Ja, dat is mooi. Tosca zitten in de vierde poging bij het speerwerpen voor de vrouwen. We hebben daar een bijzonder spannende strijd rondom de bronzen positie. Eerste nog steeds, 55-12. Anouk Vetter, tweede. 51-88, Emma Oosterwegel. Maar daarna een heleboel atleten binnen de 48 meter. En dat is Danien ten Berge, Tosca Smit, Nadine Broersen. Allemaal in die 48 meter. Spannende strijd bij het speerwerpen voor de vrouwen. Als mijn administratie klopt, zijn het Maarten Emaneel en Dominique Sliep. De kleine kutjes, die zien we terug in de finale 200 meter. Morgen vierde poging bij het speerwerpen. Emma Oosterwegel toch heel stabiel op de tweede plek. Kan ze dan nog omhoog kijken richting de afstand van Anouk Vetter. Ja, dit is wel weer goed. Gaat zo richting de 52 meter met deze vierde poging. Werd dus vierde in Jeffle. In een meerkamp die nou, zeker in orde was, maar waar een aantal onderdelen net iets minder waren om serieus kans te maken. En was het wel een mooie 800 waarin hadden Maurits de Belgische uiteindelijk nog voorbij ging aan Oosterwegel. Hij heeft stekende progressie doorgemaakt. Ziet u ook op het scherm. Eelco Sint-Nicolaas loopt een 117 punten achter op zijn prognose. Zou nu uitkomen op 81-04. Laurie Hulleman 70-86. Steven Eleonora 69-34. En dan nu op de aanloop bij het speer. We hebben de lijnster in de wedstrijd. Anouk Vetter. Zonder goede weer over die 55 meter lijn. Anouk Vetter, 55-12. Daarmee gaat ze aan de leiding. En dan komen we weer bij in de buurt. Anouk Vetter, is zij nog te halen? Ja, het is een genot om nou, sowieso Anouk Vetter te zien speerwerpen, maar die hele groep.
onder leiding van Ronald Vetter. Nou, het zal ongetwijfeld iets met elkaar te maken hebben, want Vetter, Ronald Vetter, oud bondscoach Werpen, voordat hij dus zich volledig is gericht op de meerkamp. Nou, krijgt er twee bij. Sven Roos en Sven Janssens, alhoewel het niet helemaal duidelijk is of die ook onder zijn hoede vallen of dat dat een mooi project voor Thijs Ros kan gaan worden. 55-20, allebei dus een verbetering, zowel Vetter als Oosterwegel. Nemen nog meer afstand van de strijd om de derde plek. Waar Broers zich ook mee is gaan bemoeien. 48-03. Heeft dus de stijgende lijn te pakken. Ja, Vetter had de limiet al binnen. Twee keer de meerkamp gestart. Twee keer niet afgemaakt. Maar je ziet het aan die losse onderdelen. De vorm miste wel. Eerst de overwinning bij het verspringen. Met nu hard op weg om de tweede titel te pakken. Nou, een derde titel wordt wat lastig. Ik denk dat ze morgen ook de horde gaat lopen. Ja, daar is ze met Nadine Visser. Uiteraard geen favorieten. Nou, dan blijven we even bij het speerwerpen. Kogelstoot is natuurlijk afgelopen. Hier zijn we in de vijfde poging met Marijke Esselink. Gisteren al een goed hoog gesprongen. Pakt wat losse onderdelen uit. Maar seizoen in dat opzicht geslaagd natuurlijk met die... Stekende score bij de Europa Cup Meerkamp van 5905 punten. Op naar de 6000, nou dat zal dan volgend jaar moeten gaan gebeuren. Of ze kiest er nog voor om in het najaar voor wat betreft het atletiekseizoen nog een meerkamp te gaan doen. Amersfoort zou dat kunnen, de Keistad Meerkampen. Mij niet heel duidelijk wat de plannen zijn. Wat zijn nou ook de plannen van Broersen? Voor haar geldt hetzelfde. Gaat ze nog die... WK limiet najagen. Twee stabiele meerkampen. Boven de 6200 punten. Ja, de limiet staat op 6300. Dus in dat opzicht heeft ze daar niet heel veel aan. Hier is maar eens voorbij die 48 meter 85. Daarmee staat Nadine te Bergen nog altijd op de derde plek. Nou, dit is nog geen verbetering voor Broersen. Ja, we hielden allemaal ons hart vast toen ze de hamstring blesseerde bij de NK Meerkamp Indoor. De schade viel mee, daardoor eigenlijk redelijk fit na het seizoen toe kunnen werken. La Fontaine, zij wil de steun, ja, haagatletiek met de twee vrouwen nog kansen op het brons. Zij is er één van. Voorzichtig aanloopt, dan moet die versnelling gaan komen. Ja, dit is uitstekend voor Davy La Fontaine. Nou, hij gaat over de 48 meter. Ik denk nog niet dat het de 48-85 is van Danien ter Berge. Maar het is de opmaat voor hopelijk een hele spannende zesde poging. Wat zegt het scorebord? Jawel, 48-97. Gelukkig voor haar zat ik er volledig naast. En is het volledige brons, voorlopige brons... Voor La Fontaine, daar Hans Kolen, Robert Bal er ook bij. Ja, dan moet Tosca Smit nog komen. Die heeft dat ook in zich. 49-04 dit jaar. Maar hoe is het met de vorm? Hoe is het met de inhoud? Belangrijk, hoe is het met de snelheid? Want de 400 wordt toch echt nog gezien als sprintonderdeel. Petersen loopt ook uitstekend mee. De man van Tri. Maak over naar Anouk Vetter. Nog altijd de leidster in de wedstrijd. 55 meter 20 van haar. Kan het dan nog verder? Nee, bij deze worp lukt dat niet. Blijft onder de 45 meter en dan gaan we ons opmaken voor de laatste poging. Die zeker voor wat betreft het brons wel eens heel spannend zou kunnen gaan worden. Nieuwe nummer 3 dus met Davy La Fontaine. De Nieterbergen reageert een 48-53. We hebben dus op dit moment drie vrouwen binnen een meter tussen de nummers 3 en 6.
48-97. Nog één poging te gaan. Geen grens. Ik ben in de sensie niet per se slecht mens. Ik heb in de sensie niet per se. Maar Rick Essling staat klaar voor haar laatste poging. 43-75 staan. Ik ben in de sensie niet per se slecht mens. Ik zie in de sensie niet per se een conflict. Maar het is je meisje die nu. Even een weigering. Nou, dat mag allemaal zolang je maar binnen de tijd blijft. Ik ben in de sensie niet per se slecht mens. Ik wil in de sensie niet per se een veldslag. Maar dat was klopt wanneer ze al het geld zag. Geen grens. Ik ben in de sensie. Maar we niet hier niet te zien hoe we. Ik wil in de sensie niet per se een wrijving. Maar ze konden er nog op de klok staan. Ze gaat er gewoon aan beginnen. Esselink. Liegen voor je, want hier is een grote stack. En ik heb geen liefde voor de. Net over de 40 kwam iets te snel. Dus met de armen naar voren. Terwijl de benen nog niet het werk hadden gedaan. Ja, morgenochtend ook op de horde. Maar ze dit jaar het zo uitstekend deed tijdens die meerkamp. Tijdens die BR-meerkamp. Nou, dan krijgt Broes natuurlijk nog even de voorrang voordat we de tweede serie op de 400 meter gaan zien. Ja, je verwacht haar toch bij de eerste drie, maar Broes, wie het niet helemaal lekker loopt, is een lastige Broes, vooral voor zichzelf. Hopen voor haar dat een beetje opzwepende muziek helpt. Wordt het nog een medaille voor Broes? Vorig jaar dus de titel en nu is het geen verbetering. Het blijft voor Broes bij een zesde plaats. Nou, hier ervoor gekozen. Het is wat wisselend. Bij de ene wedstrijd gaan ze wel naar de vijfde poging weer schakelen. Hier gebeurt dat niet. Waardoor we dus nu Davy Lavaltaine te zien krijgen. Ja, mooi dit. Tuurlijk. Het is er mooier dan voor eigen publiek misschien wel een medaille gaan halen. Nou, zover is het nog niet. Kan ze dan zelf nog verder dan die 48-97? Ja, is mooi onderweg. Jawel hoor. Dit is... verder dan ze had staan. Het lijkt over de 50 meter te zijn. Dat zou een unicum zijn voor Davy Lavaltaine. Ja, dat is mooi dat zij dus hier de zesde poging mag beginnen van de kanshebbers voor het brons. Daar al op staat en zichzelf dan ook nog gaat verbeteren. Jawel, 50 meter 34. Ja, dit is mooi. Smit moet natuurlijk nog. Fantastisch beeld. Want Lavaltaine zal het... zal het ongetwijfeld Smit ook gunnen. Ja, hij zag het op het moment dat ze hem losliet, althans de vluchtfase. Hij zat lekker raak. Nou, het is uiteindelijk Davy Lavaltaine geworden en gebleven die met de 50-34 brons pakt. Zilver gaat naar Emma Oosterwegel. Zij pakt de tweede titel nadat ze het verspringen al won. Kijken of... als ze nog verder kan dan die 55-20, ja 58 meter. Het is een bizar niveau in de wereld voor wat betreft het speerwerpen. Tiam natuurlijk, Vetter, die kunnen we wel even doorgaan. Nu draait het om deze atleten. Kan het dus nog verder dan die 55-20? Het is niet nodig voor de titel. We zouden extra glans geven. Het is iets wat vlak, wel goed onderweg, maar geen verbetering zo rond. De 53 meter voor Anouk Vetter. Zij pakt dus de titel hier bij het speerwerpen. Normaal gesproken zien we jou niet tijdens het NK op het speerwerpen, Anouk. Ja, klopt. Dit is volgens mij mijn eerste NK speerwerpen senioren. Dus ja, superleuk om mij een keer mee te doen en te winnen is nog mooier. Ja, want dat was ook nog een hele goede serie met uiteindelijk 55-20 de beste. Ja, twee keer 55, dat is goed. Ik had gewoon ietsje verder, want het waren goede omstandigheden, maar ik ben heel tevreden.
Je bent heel tevreden en op je eerste NK senioren, weliswaar niet de echte eerste NK senioren, maar wel bij het speerwerpen, pak je dan ook de titel. Dus daarvoor gaat Den Haag nog één keer applaudisseren. Dames en heren, laat u horen voor de Nederlandse kampioenen, Anouk Vetter. Het goud gaat naar Anouk Vetter, de titel met 55-20. Zilver, Emma Oosterwegel, 52-46. En Haag Atletiek, tijdens jullie Nederlands kampioenschap 2019 gaat het brons naar Dewi Lafontaine.